Over minder dan een week, dan zal seizoen 2 van chapter 4 van start gaan. En bij het nieuwe seizoen krijgen we natuurlijk ook een nieuwe Battle Pass. En daar gaan we het over hebben in deze video. En oh ja, ik heb ook nog hele vette leaks voor jullie. Ja, en laten we beginnen met wanneer dit seizoen begint en wanneer dan ook het seizoen eindigt en daarmee ook de Battle Pass. Nou, dit seizoen begint op, even kijken, 8 maart, als ik het goed heb, misschien 9 maart, één van die twee dagen. Dan zal het huidige seizoen 1 afgelopen zijn en dan zal seizoen 2 van start gaan. En dan zo'n 13 weken later, verwacht ik, dan zal het weer afgelopen zijn, dan zal seizoen 3 van start gaan. En dat is dus op 8 juni. Dus op 8 juni kunnen we verwachten dat de Battle Pass afgelopen is. Dus dat is zo'n 13 weken. Het kan minder zijn, het kan ook meer zijn, maar dat is ongeveer het gemiddelde wat we de afgelopen tijd hebben gehad. En dan vraag je je misschien af, welk thema gaat deze Battle Pass krijgen? Nou, dat is lente slash Pasen. Pasen gaat ergens aan het begin van het seizoen beginnen. Dan gaan we natuurlijk ook paaskins terugkrijgen en al dat soort dingen zullen we binnenkort wel een TikTok over of een short over maken. Maar een lente thema kunnen we natuurlijk ook verwachten, want de lente gaat er aankomen. Als je nu naar buiten kijkt, ziet het er misschien niet uit als lente. Sterker nog, volgens mij komt er binnenkort sneeuw aan, maar we kunnen wel lente verwachten. Een lente thema. Gewoon weer een lekker warm gevoel in Fortnite. Ik heb daar wel zin in. Ik hoop jullie ook. Dan het volgende is een grote samenwerking. We kunnen in deze Battle Pass ook iets verwachten van samenwerkingen. Ik heb recentelijk een short gemaakt over de samenwerkingen die gaan komen. Kijk even op het i'tje voor die short. Daar vertel ik dus wat we ongeveer kunnen gaan verwachten. En een van die samenwerkingen zouden erin kunnen komen. Plus nog een samenwerking waar ik het straks over ga hebben in de leaks. Want is nogmaals, ik heb leaks voor jullie. Dan het volgende zijn eigenlijk alle standaard dingen die we kunnen gaan verwachten. Ik heb een heel lijstje voor jullie, dus laten we gewoon maar er doorheen gaan. We kunnen 8 skins verwachten, 6 backblinks, 7 gliders, 6 pickaxes, 7 emotes en dan ook nog een hele random verzameling aan sprays, music packs, emoticons, trills, toys, loading screens, wraps, banners, varianten van skins en nog veel andere dingen. Dus heel veel dingen kunnen gaan natuurlijk weer in deze Battle Pass zitten. En als je hem trouwens koopt, gebruik dan in ieder geval een supporter creator code. En ik zou het echt heel vet vinden als jullie supporter creator code te veel gevraagd invullen bij het kopen van de Battle Pass. Dan gaan we door naar de leaks. Jawel, dit is het grootste ding wat ik voor jullie heb in deze video, want het is best wel een grote kans dat alle skins al een soort van bekend zijn. Ik heb namelijk 6 verschillende leaks voor jullie. 6 verschillende skins. Waarvan we best wel bijna vrij zeker weten dat ze erin gaan komen. De eerste is de Lizard skin. Dat is deze skin. Die ziet er heel vet uit. Daar is ook al een teaser van gevonden in de files in de afgelopen update. Dus deze gaat sowieso komen. Er is een kans dat hij nog dit seizoen gaat komen. Ik acht de kans klein. En leakers zeggen ook dat deze Lizard Man of Lizard skin een skin is die in de Battle Pass gaat zitten. Dan nog een leak die we kunnen gaan verwachten. Dat is Attack on Titans. Dit gaat een samenwerking worden. Een karakter uit Attack on Titans gaat dus in de Battle Pass komen. En dit is een samenwerking tussen Fortnite en dus Attack on Titans. Ik kijk het helaas niet. Ik ben niet zo van de anime. Maar als je het kijkt, dan ga je het waarschijnlijk heel erg vet vinden. Waarschijnlijk gaat het ook de geheime skin of de speciale skin worden die je pas later in het seizoen kan unlocken. Dan nog iets. Leakers beweren ook dat er een variant komt op de Drift skin. En dit is de Drift skin voor de mensen die niet meer weten hoe die eruit ziet. Die kregen we ergens volgens mij seizoen 5 chapter 1 of zo. Die gaat dus terugkomen, maar dan in een ander jasje. Dan heb ik nog 3 verschillende skins voor jullie. Dat zijn deze 3 skins die je in het midden ziet staan. Die 3 skins kunnen we ook verwachten. Een konijn zie je links. Dan in het midden zie je een skin met een masker. En dan daar rechts van een soort blauw skelet of zo. Ik weet het niet. Het zijn best wel bijzondere skins. Maar dit zijn in ieder geval 6 verschillende skins die we misschien wel kunnen gaan verwachten in de Battle Pass. In ieder geval, leakers zijn er best wel zeker van dat dit ongeveer de Battle Pass gaat worden qua skins in seizoen 2 van chapter 4. Dit was de video alweer. Ik hoop dat jullie hem tof vonden. Als je het vond, drop die like, abonneer, want dan ben je altijd op de hoogte van alles rondom Fortnite.